Vlog. Mijn naam is Ian de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Ja. En vergeet ook niet op het te drukken op het belletje. Dan blijven jullie op de hoogte van wanneer dat er een nieuwe video online komt. Zo gelijk vandaag heb ik er 2 in de upload gegooid. Zowel die van vrijdag als die van zondag. Zaterdag heb ik niet gefilmd. Sorry daarvoor. Ik ben mij nu klaar aan het maken voor naar de kinesist te gaan. Dus laat mijn computer maar bezig zijn. Wat ik wel nog ga doen aan de computer is mijn beeldschermen uitzetten. Voilà. Dus mensen, ik zit niet altijd op Discord. Dus je ziet wel dat ik ook nog een en ander ook nog te doen heb. En ja, dat gaat voor op Discord. Punt uit. Ja, ik heb hem nu nog gauw aandoen. Ik heb hier nog een broek vast. Ziet, een broek, voilà. En nog een blouse. Maar het schijnt dat buiten goed warm is. En we gaan ook nog wandelen. Ik en mijn schatje Bea. Oh ja, dat ging ik ook nog doen. Even een wandelroute opzoeken. Maar dat kan ik straks ook nog doen. Of wel nog in een auto. Dan pak ik mijn laptop nog mee, dan kan ik dat daar nog wel opzoeken, bij deze. En dan valt er iets. Yummy. En dan nog iets, mijn zakdoek. Dan ook nog een mondmasker meenemen. Ja, het is hier friskens, het is hier maar 22 graden binnen. Bro. Maar ik doe die zelfs wel terug uit als ik ga wandelen bij deze. Ja. Schoenen, die stonden ginder. Dus bij deze, ik ga jullie laten. Ik heb me nog gauw even mensen, hier bij de kinesist aangekomen. Bij BE Fit. Mondmasker en de aanslag. Ik ga nog gauw, dus ik heb nog even de tijd om even een wandelroute van 10 kilometer even op te zoeken, want dat wil mijn schatje gaan wandelen. Dat gaan we dan ook proberen. Maar dan ga ik kijken waar juist. Dus dat ga ik dan nog even opzoeken op mijn laptop, dat heb ik ook weer al bij. En dan ben ik ook nog eens de vlogs weer aan het uploaden. Hoe mooier kunnen jullie het toch niet hebben? Dimitri is toch goed weer al aan het werk. Ja, van werk gesproken, dus het gaat weer al heel anders zijn. Qua ook vlogs, qua ook Discord gedoe en al. Ik ga dus niet meer altijd aanwezig zijn op Discord. Waarom niet? Ja, ik moet ook gaan werken. Ik werk van 7:45. Ja, 7:45. Tot 4:30. Dan ben ik terug beschikbaar om 4:45. Want dan moet ik ook nog naar mijn ouders rijden voor eten gaan te halen. Maar dan zeg ik ook weer al hoe het werkdag is geweest. Oh, ik was aan het opstarten en ik druk weer al uit. Dimi. Dan moet ik nog eens op de powerknop drukken. Bij deze. Ik ga het even opzoeken. En dan gaan jullie ook wel merken waar we dan ook wel naartoe gaan. Ik en mijn schatje gaan lekker wandelen. Yay. Ik hoor toch volk van binnen. Toppie. Tot ziens. Zo. Mondmasker mag af. Ja, ik heb daar ook nog een verhaal. Dus je ziet hier ook in een tekst. Ik zal het even lezen. Evolution tot eSports. Sponsored by Clampoint CS Service. www.clampoint.nl. Dat staat op mijn t-shirt. Daar heb ik ook nog een verhaal rond. Dat is... even mijn autosleutels nemen. Jullie kennen ook wel waarschijnlijk Bobby Aland. Oké. Okay. Op een gegeven moment had ik op Evolution copyright genomen. En ja, daar bleek ook een attractie Evolution te heten. Voilà. En die
hebben ze dan moeten veranderen naar Revolution. Daarom dat daar ook een R nu staat. Maar ja, Evolution.esports bestaat nu niet meer, dus daar betaal ik ook geen copyright meer op, dus jullie kunnen die ook terug gebruiken. Als jullie een team willen maken, Evolution.esports is terug vrij. Esports, dat betekent elektronisch sport. Dus dat jullie met de computer naar een evenement gaat, daar strijden voor de titel. Jawel. En het is 32 graden. Oh, dus warm! Dat is echt ontzettend warm. En ik heb daar ook, dus ik ga ook even zeggen wat ik ook bij de kinesist nu heb gedaan. Ik heb daar ook wat oefeningen gedaan. Ze hebben ook een nekmassage gedaan. De bal, dus eerst met zo'n trapper. Hup, 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 hup. Zo 8 minuten. Nee, 6 minuten vooruit. En dan 2 minuten achteruit. En dan had ik nog een oefening gekregen met de bal. Waar ik dan met een zithouding moest doen. Dat zo 12 keer die zithouding dan doen. En dan even rondwandelen. Dan weer al 12 keren. Weer al even rondwandelen. Weer al 12 keren. Dan weer al even rondwandelen. En dan was het tijd voor de nekmassage. Yay! En ik heb ook gezien dat de vlog online is gekomen. Toppie! Dat is heel, heel, heel goed. Daar ben ik heel blij om. Dat betekent ook dat de vlog van 7 uur ook perfect online al staat. Dus dat komt allemaal wel goed. En ik zie dat echt geweldig. Zo gelijk de fietsers die met hun mondmasker nu fietsen, dat continu hier zo aan die arm hangt. Inrijden. Dan kan die blauwe nog gauw inrijden. En dan volgende week maandag, dus na mijn werk, dus om 6 uur moet ik terug naar de kinesis. Kan ik weer even niet filmen, dat valt ook dan weer al weg. En dan tussen 7:45 en 4:30 kan ik ook weer al niet filmen, dan zit ik op mijn werk bij deze. Dan weten jullie dat. En wat ik ook nog kloten vind, om 6:30. 6:30 was het. Stond hier in één keer al de velkar voor de blauwe zakken. Oh, vroeg. 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 Echt waar. Voilà, bij deze. Ik ga nu terug naar binnen toe. Kijk eens wie ik hier bij mij heb. Hoe zomers gekleed is ze wel niet. Het is nog altijd goed buiten, hè schat? Amai, nog niet. En we zijn nu hier een wandeltocht aan het maken op de Belgische-Nederlandse grens. De Vijverbroek heet dat hier. We zijn hier de rode route aan het volgen. Ik ga zo filmen. We zijn de rode route aan het volgen en mijn gsm stikt in. Dus ik heb power genoeg bij. En we gaan ons laten verrassen hier weer al. Weet u iets in mijn rugzak steken? Ja, ik moet haar zonnebril in haar rugzak steken. Die vlog wat ik vandaag ga opnemen mag je morgen online zetten. Oké, okay. Jullie hebben het gehoord hè mensen. Voilà, haar skosjes terug toe. Maar ja, nu ga ik nog niet beginnen, want ja... Allee, kijkers, ik zal zeggen, geniet maar van de mooie natuurbeelden wat we gaan maken. Thank you.
Deze kerk doet mij denken in Van Alken. Ja, we zitten hier terug in Alken. Nee hoor. We zitten heel kort bij het een mooie plek. En hier is het ook al echt wel heel mooi. Kijk eens wat een uitzicht hier achter mij. Mooi, 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 mooi. En we gaan nog mooiere dingen zien. Ik zie het. Holy shit. Jawel, ik heb een hele mooie locatie uitgekozen. Ook met heel mooie oude huisjes hier ook, waar we tegen zijn gekomen. Ook echt heel mooi. En zij volgt mij, hoor ik net. Het is echt hier heel mooi, mensen. Echt waar. Een aanrader. Hier kun je zelfs ook nog even komen fitnessen op uw wandeltocht. Hier een fitnesstoestel. Hier zo, voilà. Hier van achter een fitnesstoestelletje. Kun je ook nog komen fitnessen? Dus ik zal zeggen. Zo, het is 2:01, 2:12 bedoel ik s'nachts. En dood op, we zijn gaan wandelen. Juist, die is leeg. De schat is er nog niet aan begonnen. Nice. Echt nice. Oh, zalig. Morgen vroeg pak ik de Q&A op. Die plak ik hier nog achter. Dan weten jullie dat. Dus dat de Q&A ook wordt nog gedaan. Die ben ik niet vergeten. Ik zie een rood deksje. Lekker, lekker. Dat vonden we molas. Oh, ik ben echt moe. Moe, 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 moe. Ik heb wel goed gewandeld. Ik ben er klaar voor morgen gaan te werken. Want het is al dinsdag. Santé.
Ik ben er klaar voor. Be wel. Here I come. Ja, ik ga hier afsluiten, hè. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Abonneren. En vergeet ook niet op het tingelingeling de belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt op mijn YouTube kanaal. En vergeet ook zeker deze vlog niet volledig uit te kijken. Want ik heb kijkuren nodig. Ik heb het ook eens in de Discord channel gespamd. En daar komt precies nog een aan in mijn straat. Oeh. Wie kan dat nog zijn? Brandweer. Ja, ik ben die even aan het volgen. Die is nu aan het draaien. Want dit, mijn straat is een doodlopende straat. Dus daarom dat ik het ook zo raar vond. Die is nog altijd aan het draaien. Die rijdt nu op een oprit op. Zal hem daar nu blijven staan? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maakt niet uit. Ik ga naar binnen toe. Nog veel plezier met de Q&A nog hier, zelfs hierachter. En dan, dan zien we elkaar weer al morgen jullie terug. Jullie wel tot nog meenemen naar binnen toe. Dan weten jullie dat. Dus ik ga ook echt heel stil zijn, want ze liggen al te slapen. Want alles is hier toe. Zie maar, alles is hier toe. Geen licht meer hier. Dus ik pak jullie nog even mee. Toch leuk. Oeh, het is hier donker. Even gewoon licht maken. Meer licht bedoel ik. Voilà. Even hier stil zijn. Zit op mijn achterkant staat Evolution Esports. Die E is precies weg. Ah nee, toch niet. Nu zien jullie het te goed. Evolution tot Esports. Dat was vroeger mijn team. Ik ben niet thuis. Is die komen? Sorry, dit kan ik niet stil doen. Voilà. Allee, ik vind het gatje niet. Ik vind het gatje niet. Oké, voilà. Hij is toe. Dan ga ik nog heel eventjes achter de computer. Waarom?
Want ik denk dat zelfs die 4K downloader weer al is afgeslagen. Want die heb ik echt nodig. Waarom? Omwille van de Freeware Copyright Music, waar ik dan ook in mijn vlogs plak. Zo gelijk in deze vlog heb ik dat ook weer geplakt. Omwille van natuurbeelden. En dan heb ik dat zo allemaal nodig. Voilà. En het is nu 11:45 bij deze. Ik kan jullie nu laten. Nog 49.318 video's. Yes. En niet op no klikken. Of anders kan ik wel helemaal opnieuw beginnen. En daar heb ik totaal geen goesting in. Dus bij deze, ik zie jullie allemaal morgen weer al terug. Of al ga ik in stilte nog gauw de Q&A opnemen. Ja, ik ga dat doen. Maar jammer genoeg wel niet met de beelden. Ik ga het gauw doen via mijn gsm. Die van Discord. Hier, voilà. Oké, dan moet ik even terugscrollen. Wat voor hond zou je willen? En wel, dan zal ik eens even kijken bij hondenrassen. Hondenrassen. Als ik het zie, dan zeg ik, oh, die wil ik wel hebben. Een Siberische husky. Dat staat mij aan. En Berner Sennehond. En ik heb daar nu iets gespamd en nu zijn ze terug wakker, denk ik. Yes. Ik ga dan ook nog eens iets zeggen op Discord. Hoi, hoi. Ben even de Q&A op aan het nemen. Voilà. Bij deze zijn ze ook wel op de hoogte. Oké, ga je ook de nodige aandacht schenken om geen broodfokhond te kopen? Ga je elke dag met de hond gaan wandelen en naar de hondenschool gaan? Ja, dat wil ik dan zeker doen. Een hond brengt ook veel kosten met zich mee. Heb je hiervoor wel genoeg budget voor voorzien? Kijk, ik zie honden heel graag, maar ik neem geen hond omwille van dat mijn budget het niet toelaat. Dus bij deze zijn jullie daar ook weer al op de hoogte. Ik ga jullie hier zo zetten. Oké, in de laatste Q&A zeg je dat je 3 weken choco hebt gedaan en daardoor een stuk neusbeentje kwijt bent. Misschien kreeg je de coco voor de lollo, maar was je daarom ontstopper aan het snuiven? Ik zou je dealer toch eens kletsen gaan geren. Ja, ik heb vroeger coke gesnoven, maar ik ben er wel niet heel content om. Dus bij deze. Ben het zo stil mogelijk bezig. Heb een drukke dag. Drukke dag gehad. Voilà. Dan zijn ze ook weer al op de hoogte. Ja, ik moet mijn fans toch wel op de hoogte houden, hè mensen? Ja. In de vlog, toen je je appartement was aan het opruimen, zag ik dat je petflessen aan het samenduwen was. Je gooit vervolgens de fles met stop weg. Wist je dat je stoppen apart kan inzamelen om deze te doneren aan opleiding van blinde geleide honden? Ja, dat wist ik, want ik heb al, ik ga heel eerlijk zijn, dus als ik ook in Bewel daar topjes moet afdraaien van bier, ja, zo tafelbierflessen, ik denk dat dat is, ja, tafelbierflessen,
Die gooi je dan ook in een bak. Maar ik vraag dan, mag ik die ook meenemen naar huis toe? Want ik had dan zo heel grote oasedoses vol met toppen. Niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar 5 dozen vol. Dus om de pijten toch rond 8.000-9.000 toppen heb ik dan ingezameld en die heb ik ook weggebracht bij deze. Stel dat Bea en jij een kind verwachten. Bij de geboorte van jullie kind komen jullie tot vaststelling dat deze een donkerbruine huidskleur heeft. Hoe zou jij erop reageren? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Omwille van... moet ik het zeggen? Dan moet je op het moment zelf, denk ik... Ja. Dan moet je op het moment zelf weten... Ja, dan... Ja, ik denk dat ik wel gechoqueerd ben. Dus in shock ben. Maar wel aanvaarden dat het mijn eigen kind is. Bij deze. Hoe zou jij reageren als je baby lichtbruin zou zijn? Bij deze heb ik dat ook al beantwoord. Wat bedoel je altijd met bij deze? Dit lijkt me iets wat je vaak zegt in je vlogs. Ja, ik weet niet hoe dat komt dat ik heel grap bij deze zeg. Oh. Ja. Oké. Dan Danny. Wat is de beste en de slechtste speler bij de Belgen? Ik support hem maar alleen maar voor de Belgische ploeg, maar ik weet nog niet exact wie er eigenlijk allemaal in zit en wie slecht is en wie niet goed is. Als ze maar goed spelen en als ze maar winnen, dan ben ik al heel blij om. Bij deze, Danny. Als je jezelf moet vergelijken met een andere YouTuber, wie zou je dan zijn en waarom? Ik kijk heel erg op naar Enzo Knol, wat hij allemaal ook doet. Hij probeert ook zijn eigen te blijven. Dat probeer ik ook naar jullie duidelijk ook te maken, dat ik ook mijn eigen wil ook blijven zijn bij deze. Op de hoeveelste plaats in de lijst van de beste Belgische YouTubers plaats jij u? Ik weet niet hoeveel Belgische YouTubers dat wij hebben hier in België. Dat geef ik eerlijk toe. Dus ik ga me daar ook geen plaats op plakken bij deze. Ik wil ook geen ruzie hebben bij. Dus. Dan Jules Source. Denk je dat je nog sperma kan produceren met de ziekte van Lyme? Ja, natuurlijk. Ik zou het toch snel laten vriezen als ik hem was. Als die sperma's ook zo moe zijn als Dimi, dan zullen ze niet goed meer zwemmen. Ha, 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 ha. Dan Jani. Dat weet ik niet. Ik ben geen dokter. Dan Jules Source. Als Cycle TV. Ik zou eens horen met een dokter of dit geen probleem is. Stel je voor dat je geen kietjes kan maken met beer. Hoe ga je dat dan doen? Dat weet ik niet. Maar ik heb geen ziekte van Lyme. Bij deze. Je kan altijd een kindje uit Bamboelalaland adopteren. Ik denk het niet dat ik dat doe. Bamboeland, waar ligt dat? Vraagt Jules Source. Dan Bittermew. Wanneer ga je een karaoke vlog doen samen met Bea? Dat kunnen we wel eens doen, zo een karaoke challenge. Ik en Bea. Ja, waarom niet? Ja. Stel dat Alice de enige vrouw op aarde was, zou je haar doen? Nee. Nee. Ik en Alice? Nee. Dat is kat en hond. Bittermew. Doe eens een rondleiding van uw kleerkast. Soms draag je 3 dagen of langer dezelfde t-shirts. Dus dan vraag ik me af als je er maar 2 hebt. Nee.
Ik heb zo er stuk of 5-6 in de kast hangen van mijn vroegere team. En die doe ik nog heel vaak aan. En dan Gianni. Heb je de gevolgen van veel fans hebben ondertussen meer als 4000 niet wat veel onderschat? In een van je woedebuien had je bijna ervoor gezorgd dat je onderbuurvrouw door je fans het ziekenhuis werd ingeslagen. Ja, ik weet het. Ik was op dat moment was ik zo, maar ook echt zo ontzettend kwaad, woedend, noem maar op. Ik heb daar eigenlijk niet bij nagedacht dat ik haar adres Tjoef op Discord had gezet. Sorry. Maar het staat ook wel online, op 12.07. Dan Dani. Excuseer Chani, maar mijn plannen waren om ze in de koffer te gooien en dan te laten verdwijnen. Amai. Jewel Source. Als ze niks vinden, is er niks gebeurd, zegt mijn rodeo-advocaat soms. Lol. Oké, Chani Loco. Als je jezelf met een voorwerp zou moeten vergelijken, welke voorwerp zou je dan kiezen? Dat weet ik eigenlijk niet. Wat maakt dat dit voorwerp zo sterk met je persoonlijkheid overeenstemt? Wacht hè, ik ben aan het denken hè. Het is een voorwerp. Eigenlijk een computer, eigenlijk een camera. Omdat dat eigenlijk mijn leven nu is geworden, dat is een voorwerp van mijn leven. En ja, ik voel me altijd zo slecht als ik eens een dagje niet heb gefilmd. Dat geef ik eerlijk toe. Daarom is dat ook mijn persoonlijkheid overeenstemt. Zo sterk. Dan Shift Happens. Jan heeft 4 appels. Ruben heeft er 5. Als je ook weet dat jij 6 peren... Het, wat is de afstand van de zon tot de maan? Wat heeft dat met appels en peren te maken en Ruben, Jan en mij? Hè? Ik snap het niet. Nee, dat snap ik echt niet. Flipkop, wanneer ga je het idee nostalgische kanaal van Ad Rippelsteeltje implanten? Zo zie ideeënbus. Als relatief integraal nieuwe absolute fan zou ik wel op de hoogte willen gehouden worden van grootste momenten in de geschiedenis van reële en zeilen van Psycho TV. Jij bent nog niet geen superfan, omhoog van. Als je doneert, dan zeg je pas superfan. Chani Loco, stel dat door een onverklaarbare reden Bea en Alice van lichaam wisselen. Dus Bea zit in het lichaam van Alice en Alice zit in het lichaam van Bea. Met welke lichaam zou je een toekomst verder zetten? De toekomst verder zetten, oh my god. Sowieso dan, ja. Met Alice, omdat dat Bea dan daarin zit, hè. De karakter, dat is ook een heel sterke punt van Bea. En daar ben ik echt ook... Ja, ook... Dat is waar ik ook wel verliefd ben op geworden. Op haar karakter, echt. En ja, ook op haar uiterlijk. Dat ook. Maar haar karakter, oh, zo zalig. Dan weten jullie dat. Danny van Hamel. Wat vind je het mooist aan jezelf? 3 mooie en 3 lelijke dingen. Mijn haar vind ik het mooiste. Dat ik hier insecten kan laten groeien. Dat vind ik ook nog mooi. En mijn ogen. Lelijke dingen. Nagels. Mijn tanden. En mijn buik. Die moet iets terug naar binnen toe.
Ja, ik moet terug wat afvallen. Ja, 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 ja. En dan moet ik terug naar YouTube gaan. Omwille van dat ik ook naar mijn kanaal moet gaan. Om daar ook de reacties voor te lezen voor jullie allemaal. Ja, 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 ja. Eens even kijken waar de Q&A van de vorige keer zit. Ja. Oké. Ik ben nu alles aan het openen. Oké. Op naar de containerpark Alken 939. Daar zijn in totaal 3 reacties op gekomen. Maar ik zie er maar 2. Pater Pleun, je moet eens iets doen aan die unibrow. Dus dit hier. Dat is, ik heb het weggeschoren. Jonas Ilsbroeks, zeer mooi voorbeeld van sorteren. De jonge kijkers kunnen hier veel van leren. Dat is wel weer al waar. Dus ik heb gesorteerd en ik ben naar de containerpark gegaan. Bij deze. Dan Scribble U. Live gaming stream. Daar zijn 0 reacties op gekomen. Dan 941. Daar is 1 reactie op gekomen van Poo Cytopins. Dimitri, ik kan mezelf eigenlijk niet horen op je Q&A. Heb je mij misschien zacht gezet? Nee. Maar de volgende Q&A, dan ga ik terug wat doen, ook met fans. Ga ik proberen ook op een deftige uur dat te doen. En niet redelijk laat, dat ik niet heel zacht moet gaan beginnen te praten bij deze. En dan vlog 942. DJ Paul, ze zijn goed aan het bezig, zie ik, qua voetbal in België. Mooie vlog en veel beterschap. Dankjewel, DJ Paul. Vlog 943. 1 reactie van Cray. Er is de laatste tijd iets mis met uw beelden en vlogs. Alles is gespiegeld. Check uw t-shirt op 049. Belgium. Ah ja, ik zie het. Ga ik er volgende keer ook op letten als ik nog eens een vlog echt tijd heb om eens na te kijken waar het eraan kan liggen. Maar ik heb gelijk. Goed gezien. Dan een Scribble U met fans, 0 reacties. Op naar de dokter voor bloeduitslag, 944. 1 reactie van DJ Paul, beterschap at PsychoTV. Dankjewel. Dan bericht voor Danny, daar is maar 1. Nee, ja, daar is 1 reactie opgekomen en daar is nog een reactie opgekomen. Je wilt niet fucken met de bende van Hamel. Hoe laat begon het event alweer? Jongens, welke van Event Pro? En hoe heet dat op Facebook? Er is dus niks doorgegaan. Daar ben ik ook wel echt heel, heel blij om. Dat er zaterdag niks is gebeurd. Ik had echt schrik dat er iets ging gebeuren. Echt waar. Sorry ervoor nogmaals dat het zo uit de hand moest even lopen. Oeps. De kracht van YouTube, hè. Had ik niet onderschat. Had ik echt niet onderschat. Jonas Ilsbroek, kunt je plus 18 content zo niet wat blurren? De 18 content. Ah ja, dat we zo kussen op dat moment. Ik en Bea. Ja, oké. Jonas. Mag toch wel gekust worden.
Is toch nog niet zo erg of wel, Jonas? Bij deze. Een droevige dag. Oei, droevige dag, Dimi. Hoe kan dat nu? Ja, Bea is dus naar haar opa haar graf gegaan. En ja, ze is wel even in elkaar ja, gezakt van, ja, van verdriet. Ze mist haar opa echt heel fel. En ik heb daar even een klein beetje beelden toen van gemaakt. En ja, dat staat in de vlog 946. Ja, dat Bea toch wel wat moeilijk heeft gehad. Bij deze. Bij deze ga ik nu ook de vlog volledig afronden. Het is nu 0:34. Ik ga de vlog nog gauw in elkaar steken. Dan zie ik jullie allemaal morgen weer al terug. Dus dan hebben jullie toch nog wel nog de Q&A gehad, hè? Bij deze, salut en tot morgen. Joe.